Gaat zij er ook zo in, hè? Nee, dan moet je hier. Dan moet je geluid op vaart zetten. Dus dat is 10. Sorry. Zo. Goedemiddag. Op de meeting van 3 april. Welkom allemaal. We zijn op dit moment met 10 mensen. Klopt het dat jullie allemaal jullie camera uit hebben, zodat we jullie niet kunnen zien? Hallo Nancy. Hallo Nancy. Heb je nou wel geluid? Ja. Hallo Jatine. Hoi, hallo. Hallo. Ik heb ook geluid. Ja, klopt dat je zo donker bent? Of, Ben ik donker? Ja. Oké. Okay. Ik weet niet wat ik daar aan doen moet. Geef niet. Ja, als ik jullie maar zie. Ja, ja. Laat mij maar in het donker. Er komen er nog een paar meer binnen. Ik ga er nog een paar... Er zijn 12 mensen, we wachten nog even. Hallo Margreet. Ik zie je niet. Ik zie een heleboel niet. Ik ben blij hoor. Ik moet ze gewoon eten. We wachten nog even tot iedereen... Hé Margreet. Hé Margreet, ik zie je. In het Friesland. Ah, Helen. Helen. Helen ook weer. Het is vandaag onze tweede meeting. De eerste was heel erg spannend. En de tweede eigenlijk ook nog wel. Ja, ik ben er niet, het is niet onze alledaagse bezigheid. Maar we gaan er iets leuks van maken. Vanochtend heb ik de afspraak gemaakt dat jullie vragen kunnen stellen. We zijn met een beperkt aantal mensen. Dus jullie kunnen in principe even je hand op doen. Dan zie ik dat jullie een vraag willen stellen. Dan zet ik jullie microfoon vrij en dan kun je een vraag stellen. Het mag natuurlijk ook per chat. Dus dat je intikt, dan ziet Lisanne dat. En Lisanne die kan daar ook gelijk even doorgeven aan mij of ik geef het woord aan Lisanne, waardoor we gezamenlijk de vraag ook kunnen oplossen. Even kijken. Ja, we gaan nog heel eventjes, nog 2 minuutjes, dat er toch wat meer mensen. Ik zit met de verkeerde bril op, maar ik zit ook met de goede bril. Ja. Ik wil iedereen pas een welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. Voor mij is het ook spannend. Ik weet ook eigenlijk niet waarom. Want de meeste ken ik eigenlijk allemaal. En ik vind het altijd leuk om iedereen weer te zien. Ik vind het ook fijn om te horen hoe het met iedereen gaat. Want het is voor ons allemaal een bijzondere, rare tijd met dit coronavirus. In het begin had ik er nog niet zoveel moeite mee. Even rustpauze. Even in je salon alles terug laten bezinken. Nu ben ik wat dingetjes aan het veranderen. Je hoofd is aan het doordraaien. Wat wil ik anders hebben? Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb wel weer heel veel zin om te gaan beginnen. Te gaan beginnen om wenkbrauwen weer mooi te maken. De mensen weer te zien. Maar eigenlijk is dit toch wel goed. Tot bezinning komen om te kijken, wat kunnen we verbeteren bij ons in het bedrijf? Wat gaat nog niet zo lekker? Waar lopen we tegenaan?
Hebben jullie vragen vanuit de Nice Brows dat jullie zeggen, daar loop ik steeds tegenaan, daar wil ik graag wat meer van weten? Nou, ik heb, hoop ik, voor jullie de vragen die ik krijg, dat ik daar een oplossing voor kan vinden of daar naartoe kunnen gaan werken. Jullie weten natuurlijk dat we van de Nice Brows behoorlijk uitgebreid zijn. We zijn natuurlijk begonnen met de Nice Brows opleiding. Mag ik even iets vragen? Wil jullie op de chat even laten weten wie allemaal ons hoort? Duimpje omhoog. Nee, op de chat even gewoon ja. De mensen zien het ook. En de dingen ook. Jantien zie ik. Er zijn natuurlijk meerdere die geen beeld hebben. Ik zie Natasja hoor je mij, Jantine hoor je mij, ja. Jong hoor mij. Ik heb zelfs mevrouw iPad hoor je mij. Mevrouw iPad? Ja, ja. iPad staat er. Ja, klopt. Dus we praten ook met een iPad. Hilda, hoor je ons? Inmiddels hebben we al 14 mensen online. Dat is natuurlijk toch al leuk. Maar in principe hebben wij eigenlijk wel in België en in Nederland 150, meer dan 150 à 200 personen opgeleid in Nice Brows. Onze grootste opleiding bestaat dus uit de Nice Brows Artist opleiding. De tweedaagse opleiding dat je dus echt een wenkbrauwstylist bent. Maar eigenlijk een stylist van natuurlijke wenkbrauwshape. Dat zeg ik er nog een keer bij, want er zijn natuurlijk ook heel veel brands die werken met henna brows. Op zich is daar niets mis mee, maar wij werken met het kleuren van de wenkbrauwharen en niet met een stempeleffect te gebruiken. Dat is het verschil even met Nice en met henna brows. De tweedaagse cursus wordt nog steeds gegeven in twee vormen. De VIP-cursus wordt gedaan 2 aansluitende dagen met een hotelovernachting. En we hebben ook een cursus dat je 2 maandagen achter elkaar komt. Maar dat je dus weer naar huis gaat. En dan even een week tussenin hebt zitten. Ik heb natuurlijk ook mensen opgeleid. En dan ging ik dus daar naartoe. Dus ik ging naar de salon toe. En dan deed ik dus het hele team trainen. Dat wordt ook nog wel gedaan. Dat is ook, dan heb je iedereen in huis. En wordt iedereen tegelijk getraind. Dat wordt nog gedaan. We hebben ook een kleinere cursus voor mensen die schoonheidsspecialisten zijn, die al jaren bezig zijn in hun salon, maar die een kleine upgrade willen hebben. Dus dan hebben we een workshop wenkbrauwshape. Maar dat is maar een halve dag. Dat is alleen opmeettechniek en een kleurenleer. Maar om even door te gaan met de Nice Brows, dat loopt in principe ontzettend goed. Duitsland is natuurlijk de pionier geweest van dit alles. Wij hebben dat opgepikt. Ik zelf, zo ongeveer 7 jaar geleden, ben ik daarmee begonnen. Ik kan merken dat het een vreselijke goede boost voor mijn salon is geweest. Ik zou ook graag van jullie willen horen wat het bij jullie gedaan heeft. Bij mij wel. Ik heb er ook een onderscheid in gemaakt. Het liefst dat de mensen voor een behandeling komen, dat ik eerst begin met de wenkbrauwen op de wenkbrauwbar. Bespreek en daarna doorga naar de cabine en daar wordt de behandeling gedaan. Waardoor je dus 2 specialisaties hebt en 2 goede behandelingen hebt. En een betere omzet hebt. We moeten toch met elkaar aan een goede uurprijs zien te komen. Nice heeft het natuurlijk ook uitgebreid. We zijn nu begonnen ook sinds een jaar al, vorig jaar beurs geïntroduceerd, de wimperlifting. Wimperlifting, die zit ook in een starterspakket. Daar ga ik zo even over doorpraten. Er is nu ook een professioneel set. En we hebben dus nu ook de brow lamination. Dus zo zie je dat de Nice producten langzaam steeds meer uitgebreid wordt. Nu ga ik weer even terug naar de Nice Brows. Degenen die op de masterclass zijn geweest in januari, die weten al eigenlijk wat de nieuwe producten zijn. Maar er zijn er misschien enkele bij die dat nog niet weten. Die erbij gekomen zijn. En die wil ik eerst even laten zien wat die zijn. Ik zal hem eventjes pakken, momentje. Dat is dus eigenlijk het poederdraad.
We hebben natuurlijk onze eigen draad, waar we natuurlijk ook het opmeettechnieken doen. Daarbij doen we natuurlijk met het potlood af. We gaan het daarna keurig voortekenen. Maar je kan het natuurlijk ook, als je het makkelijker vindt, een poederdraad gebruiken. Een poederdraad, dat kan je dus vastleggen, heen en weer, en het geeft een kleine markering. Ik vind zelf wel, ik gebruik zelf nog gewoon, om zomaar te zeggen, de ouderwetse methode. Want als je die draad op het gatlaat af gaat meten, zit het hele gezicht onder zwarte lijnen. En als iemand in de browbar komt en ik ga alleen de wenkbrauw behandelen, dan maak ik de wenkbrauw schoon. Ik meet hem op, ik verf hem, ik shape hem, doe mijn draadtechniek en alles. Maar als de draad, poederdraad overal op het hele gelaat zit, moet ik het hele gelaat reinigen. Dus ik zelf vind het niet handiger voor mijzelf persoonlijk, maar voor wie hetgene wel makkelijker vindt, is bij Nice dus ook de poederdraad verkrijgbaar. Dus jullie weten, hij is ook nog niet zo erg duur. Ik kan aan Eva en Lisanne vragen van hoe duur die is. Dan krijg ik zo dat even te horen hoe duur die is. Dus het is de poederdraad. €7,60. Oké, €7,60. Even kijken. Ik moet even zoeken hoor. Komt zo. Ja, €7,60. Dan weten jullie dat. Dus de moderne manier van brow mapping op het Engels. Maar goed. Zo, dan hebben we nog iets nieuws van de wenkbrauwen. Ook eventjes pakken. Dat is de Measure It. Dit is jullie algemeen bekend. Dat is onze passer. Ideaal. Is die net zo lang, de wenkbrauwen? Is mijn hoogste punt op dezelfde plaats? Is het staartje hetzelfde? Ideaal. Toch hebben ze in Duitsland bedacht om een snellere techniek te bewerkstelligen, hebben we deze dus nu ook. Die is ook geïntroduceerd bij de masterclass. Dus ik zelf gebruik, komt natuurlijk ook omdat je er jaren mee werkt, mijn passertje. Maar je zult straks zien in de loop der jaren dat die passer toch gaat verdwijnen, dat deze gaat komen. Dit heeft voor jullie zelf al berekend wat de 2/3 en het 1/3 verhouding is. Dat is dus best makkelijk eigenlijk. Maar je weet, als je een bepaalde wenkbrauwshape hebt die niet klopt en je wil met de gelaatsvorm het aanpassen, kan ik met haar beslissen of het 80-20 wordt of 75-25. En dat kan met deze dus niet. Dus het is aan jullie voordeel wat jullie makkelijker vinden. Zelf beslissen hoe je het wil hebben. Of het gemak dat het al uitgerekend is voor je. Maar deze is dus ook verkrijgbaar bij ons. Zijn op deze twee items nog vragen hierover? Want anders kan ik dit wegleggen. Wat kost dat? Hoe heet dat die nieuwe passer? Wat kost die? Wat is de prijs? Measure It. Measure It, de nieuwe naam. Ja. Want de passer is niet meer verkrijgbaar. Nee. Oké. Okay. Dus dat is het verschil. Kijk, diegenen die nu opgeleid zijn en die zeggen hij is kapot gevallen en ik wil hem nog even stellen, dan bestel je de Measure It, die is duurder, maar je krijgt dus deze. Ja. Oké, okay, ja. Ik kan bij ons gewoon nog om de oude versie vragen. We hebben nog een paar. Want die koop ik gewoon ergens anders in. Oké, okay, ja. Zo. Dit waren eigenlijk nieuwe producten van de Nice Brows. Ik wil jullie er ook nog even op attenderen dat we natuurlijk ook lege display hebben. Je kan natuurlijk ook gelijk een volle bestellen. Dat heb ik natuurlijk het liefst. Maar als je zegt ik wil klein beginnen en ik heb bepaalde favoriete kleuren, dan kan je altijd een lege display kopen. Die zijn rond de, ik dacht in de €55 maar. En dan kan je hem zelf vullen. Van alles één product inzetten. Of ik neem bijvoorbeeld van de ceiling gel er wel 3 en daarvan er maar 1. Het kan. We denken met jullie mee dat jullie vaak als kleine zelfstandig ook toch een mooi presentoir kunnen neerzetten op je toonbank. Dus even over door. Toch voor je verkoop belangrijk.
Ik heb ook al wat aanvragen gehad van wat ik hoor op de forums, van de Rembrandt forums, dat ze zelf pakketjes gaan samenstellen, zodat de klant thuis de wenkbrauwen kunnen gaan verven. Dat was ook op het forum al een ja of een nee. Ten eerste kunnen ze natuurlijk allemaal een tubetje verf inkopen. Maar jullie weten zelf dat wij een brouwtechniek hebben, dat wij kleuren mengen met een koele ondertoon erin, ja of nee. Heeft iemand toevallig gemixte ogen, bruine ogen en bruin haar? Dan is het makkelijk, hè? Lichtbruin of een natuurbruin om te verkopen. Dan moet je ook een hele oxidant verkopen. Een tip bij verkopen, een cupje. Je kan het doen, je mag het van mij. Maar ik denk dat ze met zo'n verf wel 30 keer doen. Zo gauw jouw klanten dat thuis hebben, hoop ik dat ze wel gauw bij jou weer in de salon komen. Dat is dus dubbel. Ik kan zeggen, het is een service. Je mag het zeker doen. Maar ik weet niet of een klant dat wil doen om zelf alle haren te verven. Want jullie weten, dat betekent dat de shape ook niet meer zo goed erin zit. Want er zijn overal haren bij gegroeid nu. En als je die allemaal gaat verven, zie je ze nog meer. Ik ben heel nieuwsgierig wat jullie daarvan denken. Wie heeft daar een idee over? Heeft iemand een vraag erover van dat vind ik juist leuk om dat met mensen aan te bieden? Ja? Is hij er niet? Connie? Connie, heb jij toevallig een vraag erover? Of was je je beeld aan het goed zetten? Ik was mijn beeld aan het goed zetten. Oké. Dan mag ik persoonlijk even aan je vragen. Vind jij het een goed idee om thuis verf te verkopen aan de klanten of niet? Ik zou het zelf niet heel snel aanbieden. Nee, ik heb wel een filmpje gepost gisteren over een wenkbrauwpotloodje en eyebrow filling gel. En daar heb ik nu inmiddels wel een paar van verkocht. Dus ik doe vanmiddag weer een bestelronde. Maar dat is inderdaad gewoon eventjes een tijdelijke oplossing. Ja, vind ik een heel goed idee, Connie. Want ik vind ook zelf, je kan beter de poeder verkopen en een potlood extra. Om bepaalde haartjes bij te tekenen. Of diegenen die licht geworden zijn, dat je die even donkerder maakt door een poeder. Dan dat ze zelf gaan verven. Maar dat is mijn mening. Iedereen is ondernemer en ieder maar mag zijn eigen ding doen. Heeft iemand daar nog een mening over? Op het moment niet, hoor ik. Nou, dan ga ik nog even verder. Ik had dus over die pakketjes die je voor je klant samen kan stellen of niet. Maar je kan ook de poeder of de sealing gel of het potlood wat extra benadrukken. Of een klein procentje korting geven. Waardoor de tijd met je klanten doorheen kan komen. Want we weten natuurlijk niet, nou ja, in ieder geval, we zijn dicht tot de 28e april. En we weten natuurlijk niet of we daarna ook nog open mogen. Of pas per 1 juni. Geen idee. Ik vind het ook een heel raar idee eigenlijk allemaal. Maar ik laat het maar een beetje los. Want we kunnen dat toch nu niet veranderen. En we weten het gewoon niet. Ik ga even door naar het volgende item. En dat gaat over de wimperlifting. Er zijn natuurlijk hier al een paar bij. Die hebben dus al een wimperlifting opleiding gehad. En de wimperopleiding, jullie weten, dat heeft te maken dat je er een mooie permanente krul in je natuurlijke wimper zet. Het is een fijne aanvullende behandeling. Zeker te geven als je ook al de mensen in de salon hebt die een brouwbehandeling ondergaan. Om daarbij ook nog een wimpers bij te geven. En het gaat ook, hè, net als natuurlijke shape wenkbrauwen, heb je ook een natuurlijke wenkbrauwen wimpers waar je weer mee gaat werken. Ik vind het resultaat erg mooi. Het is voor elke leeftijd, ook van mijn leeftijd. En ik vind ook, het lift alles extra omhoog. We hebben daarvan natuurlijk het starterspakketje. Daar zit in zakjes verpakt. Dat betekent ook hygiëne. Met zo'n zakje kan je ongeveer 2 behandelingen doen. Soms misschien 3, maar ik zeg maar 2 behandelingen uit 1 zakje halen. Hij moet wel het liefst binnen 36 uur op zijn, want langer dan komt er te veel lucht bij en dan is die uitgewerkt. Dus daar hebben wij een ander systeem nu ook voor bij bedacht voor de professionals. En dat is, zijn deze. Ik weet niet of jullie het even goed dichtbij kunnen zien. Dit zijn ook 3 stappen. Net als de zakjes, maar toch op een andere manier. Dat ga ik zo even uitleggen. Het voordeel is
ik noem het maar even spuitjesflacons, is dat er een grote hoeveelheid in zit. En hij is eigenlijk ook luchtdicht verpakt. Hè? Je kan dit ook rechtstreeks op de aanzet van de wimpers plaatsen. Dus je kan hem zo erop spuiten en dan met je Q-tip er zo inwerken aan de aanzet. En dit spuitje is 6 maanden goed te houden. Dus heel wat anders dan als je met zakjes werkt. De inwerktijd is ook veel korter. Hij zit ook in het protocol, de behandelvolgorde, ook anders in elkaar. Dus dat is iets wat je wel even moet weten. Maar het petje opdoen, de wimperglow opdoen, dat blijft allemaal hetzelfde. Met je tool werken. Dus eigenlijk is dit het vervolg als je al een behoorlijk klantenbestand hebt en dat je lekker door kan werken. We hebben daarbij nog wel 1 voordeel. Er zit ook nog een speciale Absolute Reflex, kan je naderhand erop brengen, waardoor je de wimpers gelijk waterbestendig kan maken. Dat betekent dat de mensen gewoon kunnen douchen en kunnen sporten. Dat kan alleen met dit systeem en niet met de zakjes. Waarom kan dat nou niet? Met de zakjes zit een andere volgorde in. We gaan eerst het zorgen dat de wimpertjes week worden. We gaan ze zetten en we gaan afsluiten met een booster. Met die booster, daar zitten al die goede keratine in, waardoor je meer verzorgt en dat die glans krijgt. En alles heeft inwerktijd 10 minuutjes. Daarbij kan je daar tussen die booster en de fitting, kan je dan nog verven de wimpers als je dat wil. Bij de spuitjes is dat anders. Je gaat eerst met nummer 1, ga je de lotion, ga je zorgen dat die wimpers dus weer zacht worden, bewerkbaar. Je hebt ze al op de pet zitten. Daarna krijg je 1.5. Dat heeft ook een andere naam. Daar zit de booster al in. Wij hebben die schachten opengezet van die haartjes, die schachten, waardoor die booster extra goed ingewerkt kan worden. Dus gelijktijdig, alles staat week op de krul in de pet en je doet de booster tegelijk in. Dan blijven die schubjes nog open. Daarna gaan we verven en daarna gaan we ze pas dicht doen. Zodat ze gefixeerd worden, ze zijn gesloten. En als het dan gesloten komt, dan komt pas de Absolute Reflex. En die zou ik even pakken. Dat is deze. Daardoor maakt hij gelijk waterbestendig. En daarom kan je ook niet met de zakjes, dit komt als allerlaatste stap, de keratine booster. Dat is vet, dan kan deze niet meer overheen. Dus wil je dit service wel geven, dan zal je met dit systeem moeten werken. Dus dat je makkelijker, het blijft langer goed, ruim 6 maanden, en je kan achter elkaar doorwerken. Inwerktijden zijn ook anders. Dan geef ik je even voor Lisanne. Die kan dat eventjes vertellen aan jullie, om te zeggen welke lotions hoeveel inwerktijd is. Met de zakjes is allemaal 10 minuten. Dus ik geef even het woord aan Lisanne. Sorry, Lisanne, ik ben online, oké. Even kijken hoor. De inwerktijd van de lotion 1, dus het openzetten, dat is dan maar 6 tot 8 minuten. En bij deze staat er altijd 6 tot 8. Dus je mag zelf kiezen hoe lang je het doet, 6 of 8 minuten. Ligt een beetje aan hoe dun de wenkbrauwen zijn, of de wimpers, sorry. Maar als je hem echt goed wil, zou ik hem altijd gewoon die 8 minuten aanhouden. De lotion 1,5 is de 3 tot 4 minuten, dus dat is een veel kortere inwerktijd. En de fixing, dus de lotion 2, is 3 tot 5 minuten. Mocht je daar overheen nog de Absolute Reflex willen doen, dan laat je die gewoon zitten. En dan is hij dus waterdicht. Dankjewel, Lisanne. Even mij ondersteunt mij eventjes. Het is altijd moeilijk, maar ik heb al die protocols uitgewerkt. Vaak zeg ik in de opleiding dat je dat zelf moet maken. Want op het moment dat je hem zelf maakt, weet je gelijk wat de volgorde is, wat de werktijden zijn en hoe het gebeurt. Daar leer je van, hè? Dus eigenlijk competentiegericht onderwijs noem ik dat altijd. Maar we hebben ze kant en klaar, die protocols. Wil je ze wel graag hebben,
Laat het even weten aan Henry. En Henry zendt jullie dat even toe op per mail. Maar voor degenen die al de opleiding gedaan hebben, dan is natuurlijk krijg je gewoon het protocol van ons. Maar dan weet je hoe het eruit ziet en hoe zijn werk daarvan is. Dit is eigenlijk even wat ik wilde vertellen van de wimperlifting. Voordat ik doorga naar de brow lamination. Heeft iemand van jullie daar nog hierover vragen? Geen vragen op het moment? Nee, nog niet. Nog niet? Oké. Nou, dan gaan we door naar de brow lamination. Ik ga even mijn spullen pakken. Ik wil toch stiekem ook nog even iets vertellen. Wij hebben tegenwoordig een YouTube-kanaal. En het YouTube-kanaal, dat laat ik nu even zien. Dat ga ik proberen. Natuurlijk proberen. Om dat te laten bekijken. Ik hoop dat zo een beeld komt. Er spannend voor mij. Weg. Even wachten. Verkeerde denk ik genomen. We zien hem alweer. Die. Nou, kijken of het iets lukt. Ik heb echt getraind van tevoren, maar het lukt niet dus. Nou, helaas. Ik had van tevoren echt... Is dat op Margreet misschien? Nee, even wachten. Ik ga even nog wel nog hier doen. Margreet? Ik wil even wat uitleggen over... Ik denk dat het te maken heeft met... Even wachten. Die niet. Dan gaan we nog één keer proberen. En als dat niet lukt, dan ga ik maar weer in les. Blijf doorleren, hè. Proberen. Spannend. Kijk, dit is ons YouTube-kanaal. Je ziet hier, we hebben allerlei filmpjes gemaakt. Wat moeten doen. Die worden met name steeds verder uitgebreid. En als je gewoon op ons YouTube-kanaal komt, deze kanaal, dan zie je hier gewoon ons YouTube-kanaal. En onder playlist, hier zo, vind je allerlei filmpjes die je te maken hebt met spa treatments. En je ziet, we hebben Jane, we hebben BC Software, we hebben Beurs. Hè. Je ziet hier gewoon, en zo hebben we ook... Wenkbrauw specialist. Dat is wel super handig als je het weer terug wilt zien, hè? Wat zeg je? Dat is wel super handig om het even terug te kijken. Als je denkt, ik heb toch vragen? Ja. Even het filmpje bekijken en ja. Dat is wel duidelijk. Je kunt het gebruiken voor je eigen Instagram-account of iets. Ja, precies. Het is zo dat deze wordt opgenomen. En jullie krijgen allemaal daar een link van. Zodat je die nog altijd even daarna weer opnieuw kunnen kijken van wat zij op dat moment of wat zij op dat moment. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja, top. Oké, we gaan weer door. De brow lamination. De brow lamination heeft vier producten. Vier producten die ook, airless in een bepaalde flacon zitten. Het is een best wel grote hoeveelheid wat erin zit. 15 milliliter, dus hier kan je behoorlijk wat brow laminations mee doen. Daar is ook een speciale opleiding voor. Dat klinkt raar, er is op zich niks moeilijks aan. Maar ik heb zelf ook de opleiding toch in Düsseldorf gedaan. En toch door het zelf te doen, vooral de praktijk, is wel prettig dat je gelijk weet hoe dik het op moet. Hoe goed het door de wenkbrauwhaartjes heen aangebracht moet worden. Dat je het omhoog moet kammen, naar beneden moet kammen. En wij werken met een klein kammetje. Dat is ook zo prettig. Zal ik jullie even laten zien de tool. We hebben van de wimperlifting al deze tool, dat weten jullie. Eigenlijk gebruikten we meestal deze kant met het kleine haakje, om daar dan van de wimpers op de pet te zetten. Maar er zat ook een mooi kammetje op. En die kan je er ook afhalen, zoals jullie zien. Deze gebruiken we dus echt... Met de brow lamination. Met de brow lamination bij elke stap die je aanbrengt. En we hebben dus behoorlijk wat stappen. Vier stappen. Wordt elke keer een ander kammetje gebruikt. Dus je haalt hem er weer vanaf.
En wij hebben die deze ook per zakje te koop met daarin 20 stuks. Maar ze zijn heel mooi van kwaliteit. Het is niet zo, dan denk je, god, ik moet dus 4 keer een kammetje per klant. Dat wordt behoorlijk duur. Bewaar ze en was ze af en desinfecteer ze dan weer. Dan kan je ze wederom weer gebruiken. Dus als jij een ambulance er weer opzet voor het volgende stap, zet ze in of leg ze in een bakje neer, dan kan je ze later schoonmaken. Waardoor je niet elke keer weer 20 aan moet vragen. Dat willen wij wel graag natuurlijk, maar dan denk ik toch ook voor jullie ook aan de kostprijs. Dus met deze mooie kammetje kan je mooi strak omhoog kammen. En daarbij, weer naar beneden en omhoog, kan je het product heel makkelijk aanbrengen en tussendoor aanbrengen en in de goede stand kammen. Want met de brow lumination is het echt niet zo dat je alles omhoog moet doen. Dat zie je natuurlijk met de moderne trends. Maar je kan best dat je zegt, ik doe dit stuk omhoog en dit stuk doe ik gewoon mooi naar beneden. Want jullie kunnen me voorstellen, op mijn leeftijd ga ik niet met wenkbrauwen lopen waardoor alles strak omhoog is gedaan. Dat staat nou niet bepaald zo echt in mijn voordeel. Dus je bespreekt met je klant, we hebben daar ook weer een speciaal intakeformulier voor. Wat wil ze graag met de brow lumination? Wat is haar doel van de wenkbrauw lumination? Is het erom om de wenkbrauwvorm te veranderen, om ze voller te laten lijken? Of heeft ze weinig haar waardoor je er nog iets van kan maken? Want je kan hier heel veel mee. Maar je zult merken, je leert het meeste van op het moment dat je het gaat gebruiken. Ik had op het begin van mij ook, ik zag die plaatjes op Instagram bij al die moderne meiden. Ik vond het niet altijd even mooi. Dus kijk met wat je wil. Als de wenkbrauwen asymmetrisch zijn, de een is hoger en de een is lager, kan je deze haren meer omhoog laten zetten en deze wat meer platter, waardoor ze symmetrischer zijn dan. Dus hoe ga je ermee werken? Ga het bespreken met je klant voordat je gaat beginnen, waardoor zij ook weet hoe het gaat worden en jij weet dat je haar tevreden kan maken. Dus losse kammetjes, dezelfde tool die jullie al hebben. Als je dit aan gaat brengen, stap 1, dat is de prem. Deze, kunnen jullie dat zien? Dit breng je dus op met het kammetje alle kanten op, waardoor die haren dus week worden. Als ze dus week worden, zijn ze bewerkbaar. En dan kan je ze op een gegeven moment in bepaalde stand doen en dan laat je het zitten. Er zitten ongeveer 4 à 5 minuten gaat het erop. Dat gaat best snel. Dus wij werken met 2 wekkertjes. Dus 1 wekkertje voor de linker en de ander voor de rechter wenkbrauw. Dus ik trek het in. Die ene wenkbrauw gaat nu zijn tijd werken. Ik ga die andere helemaal erin zetten. En in zijn vorm, klik, gaat er een ander wekkertje aan. En dan hoor ik daar het piepje gaan. Gaat deze eraf met een droge pet. Gaat die andere piep eraf. Gaat die andere af. Dus je werkt per wenkbrauw. Omdat de tijd heel snel gaat. Dan gaan we naar de volgende. Daarna ga je door naar salmeling 2. Dan ga je ze vooral goed in zijn vorm erin zetten. Pas zetten. Deze blijft 3 à 4 minuten op. Waarom 3? Waarom 4? 3 minuten voor wat dunnere wenkbrauwharen. 4 minuten voor de dikkere haren. Voel dat even aan hoe dat gaat. Elke keer wisselen van kammetje. Daarna, na deze stap, ga je ze verven. Als je ze hebt geverfd, dus na stap 2, ga je ze natuurlijk vastleggen, net als met die wimpers. Dan ga je ze sluiten en daarna komt de absolute reflex op om hem waterbestendig te maken. En dat is natuurlijk wel heel fijn voor wenkbrauwen, want bij wijze van spreken, ze kunnen door de regen terugfietsen en nu is het geen enkel punt. Dus dat is ongeveer de opbouw van de behandeling van de brow lumination. Hier is ook een protocol van gemaakt. Er is ook een kleine training van voor ongeveer 4 uurtjes. Om even alles op ingrediëntenlijst te gaan. Waar je op moet letten. Wat de contra-indicaties zijn. Dat zit allemaal in de training zelf. Hebben jullie nog vragen over de brow lumination? Ja, ik vroeg net of er ook een stap is waarin je dus de haartjes echt fixeert. Zoals je ze precies neer wil leggen. Ja, en dat is dat dan stap nummer 2? Nou, eigenlijk begin je al met... Ja, eigenlijk wel. Je maakt ze eerst week met stap 1.
Nou, dan zijn ze week. Dat laat je natuurlijk intrekken, maar je doet wel zorgen dat ze vast wel in die vorm zitten. Ja. Je haalt het met een droge wat af en dan komt die de volgende stap. En dat heet dan, vind ik zo'n mooie naam, Lamisilk 2. En Lamisilk 2, die breng je op, ook alle kanten op. Maar daarna zet je ze neer in de vorm die jij wil hebben. Okay. Want die wenkbrauwschubjes staan open van het eerste. Die tweede zorgt er dus voor dat die goed daar in die vorm blijft. Dus vaststaan. Schubjes staan open. Dan ga je nog een keer verven. En daarna ga je ze afsluiten. Dat is de derde. Ja. Maar elke keer kan je ze weer. Maar we gaan er geen folie overheen doen of dat soort dingen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Oké. Nee. Iemand nog een vraag? Ja, Ellen. Ellen. Wacht even, Ellen. Wil je even aanzetten? Ja. Ja. Je staat aan, je kan vragen. En het vierde product? Het vierde product is dus de Absolute Reflex. Om hem waterbestendig te maken. Die we ook in de Pro Lifting hebben. Dus als je de Pro Lifting set hebt, dan heb je dat laatste al. Deze. Oké. Okay. Heb je? Ja. Ja. Die zit bij de wimperlifting. Ja, die zit dus ook bij de wimperlifting professionele set. Kan je hem bestellen. Ja? Nog een vraag? Nee. Als die lukt, via, dan kan je ook gewoon via de chat vragen stellen. Hè? Ja. Dan tik je mee om. Ja, ik had het idee dat Margeet wat wilde zeggen. Ja, nee. Ik heb hem wel aanstaan, maar ik dacht, ja, toch eerst de cursus maar even doen. Even zien hoe het werkt. Je moet toch altijd eerst even voelen. Tenminste, dat heb ik altijd. Even kijken hoe jullie het doen. Ja, dat vond ik zelf ook hoor. Want ik vind zelf ook heel prettig om het dezelfde te voelen. Ook zelf, dat vind ik ook met de brouwcursus. Alles wat jij doet aan je klant, moet je zelf ook ondergaan. Wat ja, dat is het ook. Ja. Wat de structuur is, wat je kan ervaren. Vind ik altijd belangrijk. Dus vaak ben je in een cursus ook zelf model. Dus we proberen minstens twee personen te hebben, waardoor diegene het kan voelen. En die krijgt ook een brouwlimineetje. En andersom ook. Dus dan voel je hem en je ziet hem ook een keer. Ook het resultaat. En ik vind zelf het resultaat wat ik had. Ik ben in februari geweest voor een cursus. Vond ik echt geweldig. Ik had dus niet zo'n goed gevoel over. Ik denk dat het meer iets voor de jonge meiden. Niks voor mij. Nee, ik heb minder haar. En van dat minder haar kan je een soort meer haar maken. Dat klinkt... Ja, dat was mijn vraag. Dus inderdaad ook. Inderdaad, op wie doe je het precies? Je moet toch even kijken. Wie minder haar, leeftijd, nou ja, dat. Ja. Elke klant is natuurlijk anders. Dus dat, ja, ik snap wel dat je daar echt wel even mee moet spelen dan. Ja. Dit is ook iets wat door ervaring kan je er steeds meer mee spelen. En kan je ook je advies meer geven aan je klanten. Want dan zie je ook waar je met de nice brows niet kan komen. Want je denkt, die haren krullen, die moet ik knippen. Dat je zegt, ik ga eens een keer een brouwlimineetje doen. En de wenkbrauwharen pakken van verf nog beter. Ik hoorde toch hier en daar nog wel eens van hele grijze, witte haren. Ja, dat zei je al. Ja. Opbreng, en zeker als je een lichte kleur gebruikt. We gaan nu zo goed die schubjes openzetten met die brouwlimineetje, dat de wimperverf nog beter pakt. Dus heb je klachten van klanten van, nou, die wenkbrauwverf ik er gauw af, ik heb gauw weer grijze haren. Dan zeg je, zullen we een keer een brouwlimineetje doen om te kijken wat het resultaat daarvan is. Ja, precies. Nou ja, dan pakt de verf uiteraard natuurlijk ook beter. Ja, precies. Margeet, we leggen hier alleen maar uit de werking van het product, hè? Niet de wijze waarop je het moet doen. Nee, goed, een beetje. Gedeeld. Ik wil wel even, toch adviseer ik iedereen om op cursus te komen, om toch hetzelfde te ondervinden, hetzelfde te doen. Ja, nee, is ook, dat moet ook hoor. En, en we hebben natuurlijk nog genoeg theorie erbij. Ja, dan concentraties, ingrediënten leren is belangrijk. Zijn toch wel even. En het doen. De wekkertjes zetten op tijd. Alle spulletjes klaarzetten op tijd. De cupjes op tijd. Hoe kan je economisch werken en snelheid werken? Dat is wel altijd een praktijktraining. Tuurlijk, dat is ook leuk toch? Dat moeten we dan even uitvinden. Ja. Ik wil even dat we zeggen dat we. Vroeger moesten jullie natuurlijk altijd voor de trainingen naar Zierikzee komen. Inmiddels zijn we zo bezig om in elke provincie één trainster te krijgen. Zodat de training gewoon altijd heel dichtbij gevolgd kan worden.
Ja, en, heel verstandig. Nou, ja. Toevallig is Margreet hierbij en die is in het noorden. Nancy. Dus we zijn al langzaam op weg om diverse trainsters op te leiden. En ja, dat is niet alleen voor het feit dat, wij het fijn vinden dat iedereen doet, maar met name ook via Google. Als je zo'n wimplicht voor bruinlaminage intikt, dat je dan wel de aangesloten salons krijgt. Ja, dat is wel handig. Nou, ja, bruinlaminage is natuurlijk voor ons allemaal nog weer nieuw. Ja, precies. Dus we voor moeten ons ook natuurlijk ook... Ja, voor jou. Jij bent natuurlijk ook net begonnen. Dus ja, maar ja, alleen maar mooi. Dus ja, ja, ik vind, zodra het weer mag, dan kunnen we er lekker mee aan de slag. Ja, dus we hopen. We hebben dus nu al twee keer de bruinlaminage cursus af moeten zeggen. Ja. Dat er een keer een datum komt. En dat is voor jullie ook allemaal weer moeilijk als die datum komt. Want straks, als we mogen werken, staan we natuurlijk hopelijk borstens vol. Ja. Ja, dat... Hartstikke druk. Dus... Nog even iets anders. Ik ben op dit moment druk bezig om een nieuwe website te lanceren. Helaas door omstandigheden heb ik er iets meer tijd voor, dus ik ga er extra hard aan werk. Daarbij komt er een huddelpagina. En een huddelpagina betekent dat iedereen, en iedere Nederlandse vrouw, zeker uw man, dat op vragen kan stellen. Dus wat voor wenkbrauwverf gebruik ik, of hoe gaat dat, of... allerlei vragen kunnen ze daar stellen. En de bedoeling is dat jullie daar natuurlijk ook op zijn. En die vragen beantwoorden, antwoord krijgt van professionals, zoals jullie. En daardoor heel wel snel wat nieuwe klanten kunnen krijgen. Mm. Want je vraagt u gewoon waar zit je? En de ene zit in het noorden van Nederland, de andere zit in Limburg. Ja, dan moet natuurlijk niet degene die in het noorden van het land zit, moet een antwoord geven en proberen die klant te krijgen. Maar die moet dan proberen te zorgen dat ze naar de klant gaat waar ze dichtbij woont. En zo... meer samenwerking met elkaar. Maar, en die huddelsite is ook nog vol. Er wordt ook heel vaak gesproken over wenkbrauwen. En de bedoeling is echt dat ze zo meteen wenkbrauwen intikken en dat die huddelpagina bovenaan komt. En dat ze dan gelijk met de aangesloten professionals... contact kunnen opnemen. Ja, dus, dat zou mooi zijn. Ik wil nog even iets zeggen. Eigenlijk, de Absolute Reflex is eigenlijk een revolutionair product. Want eigenlijk heeft niemand dit van alle browliftings en lashlift mensen. Iedereen moet 24 uur water vermijden. En wij zijn de enigen die dat wel hebben. En dat is door Nijs ook zelf ontwikkeld. Dat vind ik toch al een pre. En ik vind dat jullie dat best... mogen uitstralen dat jullie dit dan ook hebben. Want dat scheelt natuurlijk toch wel of ze gelijk een sportschool in kunnen gaan en gewoon een dingetje kunnen gaan doen. En ook met de brow lamination. Dus ons is wel heel belangrijk. Dit is een topproduct en dat heeft nog niemand anders. Sandra, er is ook een vraag. Er is een vraag. We gaan even naar Lisanne. Wacht. Goed, er is een vraag. Wat vragen jullie voor brow lamination? Deze vraag heb ik dus ook gesteld aan Nijs. Ze willen ons niet altijd vastpinnen op prijzen, want het heeft ook te maken met snelheid dat je werkt, net als met de wimperlifting. Hoe snel heb jij die haartjes op die pet? Hoe snel werk jij in een salon? Kijk goed naar de kostprijsberekening, hoeveel tijd je daarin kwijt bent. En dan zeggen we altijd nog 1 euro per minuut. En als je daaraan houdt, dus als je 55 minuten bezig bent, zeker als je stap 4 aanbrengt, de Absolute Reflex is natuurlijk wel een duurder product. En een extra stap. Dus je kan de brow lamination of de professionele wimperlifting in 3 stappen doen. Of in 4 stappen. En dat betekent toch weer meer tijd. En zo kan je ook 2 prijzen maken. Zo maak ik ook een duo wimperlifting. Maar ik heb een duo salon. Waardoor ik 2 behandelstoelen heb. Dat heeft Helen ook. Helene in Papendrecht heeft ook 2 stoelen. Als je met 2 stoelen tegelijk kan werken. Bij de ene trekt het in. Kan je ook met de andere werken. Waardoor je ook een verdienprijs af kan spreken. Dus ik heb daar zijn geen vaste Nice prijzen voor. Zoals we die wel hebben met de Nice Brows. Maar we hebben toch eigenlijk altijd zo rond de 49 euro, hè? 50 minuten, 49 euro. Zo moet je het ongeveer zien. Verder nog vragen? Ja, we hopen elkaar weer snel op de cursus te komen. Ja, dat hopen wij ook.
Even een vraag. Stel je voor dat we vanaf 1 mei weer mogen gaan werken. Willen jullie dan al in mei op cursus komen of staan jullie dan nog vol? Zeggen jullie dan, zet het dan maar toch een maandje later omdat ik dan wat rust in mijn salon heb? Of zeggen jullie, doe het dan maar op een zaterdag, ik wil gelijk komen? Zolang het kan, ja, plan mij maar in. Ja, prima. Dus ik ga gewoon dan, het is natuurlijk gewoon 1 dag en voor jou mag reeds bijvoorbeeld alleen maar de brow lemonade is maar een middag. Ja, dus, dat is ook. Dus ik zul best, als jullie bijvoorbeeld op zaterdag niet werken en jullie willen gewoon in de week al jullie klanten wegwerken, dat ik zeg, nou, dan heb je er gewoon de zaterdagmiddag. Dan zullen we even kijken hoe dat dan uitkomt, want ik sta dan hopelijk ook barstensvol en mijn collega's. Ik denk dat iedereen dat heel druk krijgt dan. Ja, ja, iedereen moet zijn wenkbrauwen en, want Lisanne zei al, oh, als we wenkbrauwen zien, die haar wenkbrauwen die groeien als kool bij haar, maar dat is natuurlijk ook zo'n jonge meid. Bij mij gaat dat niet zo snel, maar bij haar wel. Misschien kunnen we eens inzoomen. Doe eens dichterbij de wenkbrauwen. Ja, oh, dat kan echt anders jeuken al. Oh, wow. Ik heb al gezegd tegen haar dat ze goed moet laten groeien en dat we misschien eerst een brow lumination live op gaan nemen. Ja, dat is ook wel een leuk idee. Dus even kijken hoe het goed werkt, hoe het lijkt. Ja. Kijk, want heel veel andere merken hebben nog wel eens, ik doe gelijk in een demo. Maar als ik een demo ga doen, die Lisanne zit dus hier 3 meter vandaan. Hè? We houden toch afstand. Ja. Dat doen we toch. Ja. En met een demo kan dat ook niet. Dus ik doe nu ook geen demo's. Dat lukt ook niet. Nee, dat is echt niet verstandig. Nee. Dus daarom ook nog geen filmpjes. En elke keer hebben we dat uitgesteld, want dan komt de film er neer. Maar dan was het weer dicht, mochten we weer niet filmen. En zodoende hebben we nog steeds geen mooi live filmpje. Nee, maar we moeten het allemaal gewoon nog even afwachten. Straks kunnen we gewoon weer los. Ja, en zo langzamerhand. Ook precies hetzelfde met de spuitjes. We hebben er al een keer mee gewerkt, ideaal. Maar ik heb nog niet een prachtige opname ervan. Dat moet ook nog komen. Ja, het komt wel, joh. Kom ik ook. Nou, ik wil hierbij gaan afsluiten. Ik hoop dat jullie leuk vonden of informatief. Wat wil je nog even zeggen, Henry? Ik wil nog even zeggen, aankomend weekend was eigenlijk de beursweekend. Maar helaas, die gaat niet doen. Het is wel zo dat ik de 10% korting wil door laten gaan op de producten. Dus mocht u daar interesse hebben, stuur maar een mailtje. Ik kan het niet op mijn site zo voor elkaar krijgen dat ik een 10% korting voor die producten heb. Maar stuur me gewoon even een mailtje. Je verrekenen met je factuur. Wat je doet, ik stuur je factuur en de producten toe. En dan heb je toch nog van de beurskorting gebruik gemaakt. Die is ook op de handdoeken, is ook weer de beurskorting. Dus ik zou zeggen, nou, kijk wat je kan doen. En verween jezelf met een mooie handdoek thuis in deze hele vervelende periode. Maar toch. Ja, die zijn cadeautje, super, die handdoeken. Een cadeautje krijgen is altijd. Dus eventueel, kijk zo om 3 uur nog even. Dan komt er dus een webinar van Henry, eigenlijk van de BC Software, om te kijken wat voor structuren, wat voor grote handdoeken, wat voor kleuren zijn. Heb je daar misschien vragen over? Wat zijn de prijzen? Dus kijk alles nog even 3 uur. Nee. Straks om 3 uur met ons mee. En nog één ding. Het is voor ons natuurlijk ook beginnen. Het is allemaal nieuw. Ik hoop dat jullie daar ook aan mee willen werken. We willen het regelmatig, denk dat bij mij eens 1 keer in de maand gaan doen. Dan wel op een avond natuurlijk, want we hebben over een maand hopen dat we met z'n allen hartstikke druk bezig zijn op de dag. Hopen we. En dan op een avond. En dan, in ieder geval de vraag eens. Maar, wat ik heel graag zou willen weten, feedback van jullie, van hoe je het gevonden hebben. Zijn er verbeteringen? Heb je andere ideeën erover? Laat het alsjeblieft horen, want we kunnen van leren. Kunnen van leren en dan hebben we over een jaar een fantastische bijeenkomst, webinar, meeting, hoe we het ook kunnen noemen. Want het is misschien ook wel een idee, we kunnen natuurlijk niet zo vaak langskomen, we zijn een kleine bedrijf, maar als we gewoon eens per maand live spa treatment zijn, kunnen we daarin ook de vragen stellen en wat je graag iets wil weten of we kunnen iets promoten. Ik denk dat we in deze tijd toch wat meer digitaal en online zullen moeten gaan komen. Want allemaal op de weg is ook klimaat ook weer niet goed. Waar doe je wel goed aan? Dus denk met ons mee wat jullie ook graag willen. Dan horen wij dat graag. Nou, het is zo, Lisanne is natuurlijk een jaartje weg geweest bij ons. En is gelukkig weer terug. Daar zijn we blij mee. Ja, daar zijn we echt heel blij mee.
Maar met name ook wat we willen is dat Lisanne een beetje contactpersoon wordt tussen jullie. Dus die ook dit soort dingen geven. We gaan ook één middag in de maand hebben gereserveerd voor allerlei filmpjes op te nemen. Dus dat er mooie professionele filmpjes, zal in het begin niet zo goed zijn, maar aldoende leert men. En ja, we willen ook eventueel een e-learning gaan doen, zodat als we nieuw product hebben, dat we weer een e-learning brengen. Dat jullie niet het hele stuk hoeven te rijden, maar gewoon zo kunnen inschrijven. Blijven leren, blijven innoveren, dames. We blijven hard voor onze onderneming houden in deze moeilijke tijd. Nou, ik zie u hopelijk om 3 uur en ik wens jullie alles vast een heel fijn weekend. Okay. Dankjewel, jullie ook. Tot ziens. Doei.